De zeemeermin zou haar onderwaterkoninkrijk moeten verlaten om de dierenkliniek te helpen. Het is tijd om van haar staart af te komen. Maak stukken voor een blouse van katoenen stof. We hoeven ze alleen maar aan elkaar te naaien. Het past er geen goed. Voeg een kristallen knoop toe en begin te werken aan de broek. Een lichtblauwe stof zal perfect zijn om de doktersbroek te maken. Eén links, één rechts en de broek is klaar. Deze outfit staat Ariel geweldig. Ik ben een stap dichter bij mijn droom. We hebben een hoed nodig. Maak een basis van schuimpapier. Bedek het met stof en versier het met een lapje met een rood kruis. Nu is Ariel gekleed voor haar werk. We hebben alleen nog schoenen nodig. Neem de juiste stukken. Maak openingen met een priem. Een paar bewegingen. En de crocs zijn klaar. Ariel gaat naar de dierenkliniek om haar eerste patiënten te zien. Er is zoveel te doen in de kliniek. Je moet je pasgeboren puppy zorgen en alle patiënten eten geven. Niemand zal honger lijden. En de huisdieren die liefde nodig hebben, zullen het 100% krijgen. Ik kan de hele dag met je spelen. Dit schepsel, gemaakt van lichte klei, komt tot leven. Wie is dat? Daar kom je later wel achter. We kunnen draad gebruiken om een frame te maken. Maak een paar ballen. Eentje wordt de kattenkop. Herken je deze oren? En aan de andere kant een hondenkop. Lange oren, grote neus. Het is CatDog. Wow. Elke helft heeft een paar poten. En natuurlijk, het wil al ergens heen rennen. Niemand gaat weg zonder zijn vacht geverfd te hebben. Verfde kattenhond zijn kenmerkende kleuren. De neuzen zijn verschillend. De hond heeft een paarse en die van de kat is bruin. Teken de ogen, zodat de CatDog kan rondkijken. Glimlach alsjeblieft. Voeg pupillen toe. Kat? Hond? Kat? Hond? We zijn weer samen. Het is nog niet gedaan. We hebben vlekken nodig op de vacht. En tanden. We hebben ze nodig om afval te kauwen. Kat en hond zijn twee mannen die in hetzelfde lichaam wonen. Het is moeilijk om een compromis te vinden als je zo verschillend bent. Een gewone avond in het huis van de kat eindigt met het kijken naar tv-programma's. Na het kijken van al die tv-programma's heb ik honger. Ja, ik heb wel trek in een snack. Laten we eens kijken wat er in de koelkast ligt. De eerste die erbij is, krijgt het eten. Maar CatDog vond niks lekker. Nou, we hadden gisteren niet alles op moeten eten. Er zijn alleen restjes. We hebben geen keus. Op hun vier pootjes gingen ze naar de stad om iets eten te zoeken. Zullen we wat eten kopen? We kunnen een tafel reserveren. Ober! Oh kat, ik ben zo terug. Instinct leidde de hond naar de vuilnisbakken. Hey, hond, wacht even. Ik dacht even dat we een overeenkomst hadden. Smakelijke vuilnis. Oh, ik voel me niet goed na het eten van dat bedorven voedsel. Mijn buik doet pijn. We moeten naar het ziekenhuis, hond. Veeg de zinnen af die op de container geschreven staan. Een echo-apparaat heeft een behuizing nodig die geen licht doorlaat. Laat het verven. De technici zijn al bezig met het bedieningspaneel. Elke knop moet op de juiste plaats zitten. De machine werkt perfect. Verf een leeg oogschaduwpalet wit. De monitor zal beelden van de machine laten zien. Voeg een zacht frame toe. De monitor gaat op een flexibel frame. Een oude koptelefoon zal helpen bij het stellen van de diagnose. Maak de draden vast. Jee, we zijn op tijd! Ariel is nog steeds hier. Ariel, we hebben je hulp nodig. Het is alsof ik een steen in mijn maag heb. Het is allemaal de schuld van de hond. Ik zal eens kijken. Alsjeblieft, leg op de tafel. Nou, laat eens kijken. Oh, ik hoor een vreemd geluid. Ik moet het controleren. Laat een echo maken. Ik wist het. Hond, je moet het voedsel dat je eet voorzichtiger kiezen. De extractieprocedure duurde maar een paar minuten. Wat een stom verband.
Ik moet het nu dragen. Maar ik heb tenminste geen last meer van het bot. Ariel, je bent een redder in nood. Beterschap. Vorm het lichaam van een uil uit boetseerklei. Brede vleugels en een paar dunne pootjes. Plaats kraalvormige ogen. Maak een veerachtige textuur. De kleur is zo schattig. Wat een mooie vogel. Voeg meer veren toe. Uilen zijn erg wijs en die van ons is geen uitzondering. Ginger liep door het park toen ze vreemde geluiden hoorde. Een uil riep om hulp. Oh, dat is wie het was. Kom hier. Ik breng je naar de dokter en alles komt goed. In de wachtkamer ging de consulent trots op wat Ginger had gedaan. Bedankt voor het verzorgen van de vogel. Wil je haar helpen? Natuurlijk. De dierenarts onderzocht de uil. Haar pols is normaal, maar ze is een beetje bang. Het is duidelijk, ze heeft een lichte vleugelontwichting. Ik heb verband nodig. De materialen werden meteen gebracht en Ariel heeft de vleugel gerepareerd. Nu blijft ze in onze kliniek tot ze weer gezond is. We kunnen dit tic-tac-bakje gebruiken om schubben te maken. Bedek de bovenkant. Deze schubben zullen er beter uitzien in het roze. Knip een deel van de deksel. Het heeft een handige zitting om verschillende dieren te meten. Kleine huisdieren hebben een constante zorg nodig. Vooral als het om hun gezondheid gaat. Je moet deze kleine haarballen wegen en hun gewicht opschrijven. Als het gewicht genoteerd is, mogen de dieren in de toren spelen. Ze vergeten meteen al hun stress. Bekleed een plastic cirkel met pluizige stof. Omwikkel een deel van het rietje met bindtouw. Pompons zijn zo schattig. Gebruik er één als hanger. Deze felle bal zal de aandacht van de kat trekken. Er was een kleine rij naar de dierenarts. Honden, katten, hoeveel zijn het er? De katten hoorden blaffen, sisten en begonnen rond te rennen in de wachtkamer. Geen paniek, we lossen dit wel op. En een consulent bracht een krabhaal voor de katten. De dieren waren geïnteresseerd en begonnen er meteen mee te spelen. Laten we een koffer pakken. Knip een flosdoos zoals deze. Er zit zwarte lichte klei in van de binnenkant. Verf het wit. En een zijden koord is sterk genoeg om de medicijnen in te bewaren. Teken een rood kruis op de bovenkant. Wat zit er in een dokterskoffertje? Een stethoscoop en heel belangrijke pillen. Ariel helpt elk dier in nood. Niet alleen die in haar kliniek. Er zijn een heleboel wezens in de zee die haar hulp nodig hebben. Het gestreeuw van de dolfijn trok haar aandacht. De baby heeft hulp nodig. Er zit vast iets in zijn mond. Laten we eens beter kijken. Oh, ik zal het maken. Laten we proberen het eruit te halen. Het is me gelukt. Joepie, nu is alles goed. Ariel gebruikte een zalfje uit haar koffer om de dolfijn sneller te laten genezen. Het is zo fijn om alles wat je nodig hebt binnen handbereik te hebben. Maak een heleboel rechthoekige pagina's van dik karton. Elke patiënt krijgt zijn eigen dossier. Maak openingen om in te binden. Steek de bladzijden in de omslag en bind ze samen met ringetjes. Plak er een fleurige omslag op en voeg foto's van alle patiënten toe. Laten we de gegevens van vandaag bekijken. Nou, de kat wordt wel beter. En deze hond moet nog een keer nagekeken worden. De dierenarts nam haar dagboek mee en ging op ronde. Maak omtrekken voor een reismand met dubbele wanden van karton. Bekleed het frame met schuimpapier. Bedek de bevestigingspunten met glitterstrips. En een paar frames en een net worden een handige deur. Versier de reismand met kralen. Voeg een handvat toe en teken pootafdrukken. Ginger nam haar kat voor de eerste keer mee naar buiten. Het is tijd om de wereld om je heen te ontdekken.
Maar de kat is bang om naar buiten te gaan. Wees niet bang, lieverd. Je zult het geweldig vinden. Toen de kat eindelijk buiten kwam, begreep hij dat er niets was om bang voor te zijn. Hij rent en speelt met zijn baasje. Je bent de dapperste kat in de wereld. Help altijd dieren in nood. Ze kunnen niet altijd voor zichzelf zorgen. Geef ons een like en abonneer je Bladiloe.